U gaat nu kijken naar een compilatie van Thuis bij Humanitas. Op sommige beelden zijn bewoners te zien die inmiddels overleden zijn. De afgelopen jaren is er veel gebeurd bij woon- en zorgcentrum Humanitas. In samenwerking met DRTV is in de afgelopen 4 jaar het programma Thuis bij Humanitas gemaakt. Daarmee werd gestart in 2014, toen Humanitas net begonnen was met het varen van een nieuwe koers. Nou, als allerbelangrijkste hebben we eerst bedacht van waar zijn wij voor? Waar zijn wij voor op aard? Wat voor toegevoegde waarde kunnen wij hebben in Deventer? Toen hebben wij bedacht, van, nou dan niet in de richting van de zorg, want er zijn heel veel goede zorgpartijen in Deventer. En je moet niet willen concurreren op zorg, want die moet gewoon goed zijn. Dus wij wilden concurreren op welzijn. Wij wilden het meest warme en gastvrije huis van Deventer zijn. Dat snapt iedereen en dat wil ook iedereen. Dus daar zijn we vanaf dat moment heel hard aan gaan werken. Zodat de mensen bij ons in die laatste levensfase... Die warme hand op die schouder, die glimlach op dat gezicht, om dat voor elkaar te krijgen. Een van de eerste veranderingen was het introduceren van de woonstudent. Een totaal nieuw concept binnen de zorgwereld. De woonstudent kwam in 2012 binnen Humanitas. En dat was omdat wij zeiden van, nou, wij willen heel graag die rijke en die warme woonomgeving bieden aan onze bewoners, aan onze ouderen. En dat kunnen we niet doen door meer geld of door meer personeel aan te nemen. Dus we moesten een slimmigheidje, Tom Poes verzinnenist. Verzinnen om wel die levendigheid, die warmte, die leukheid in huis te krijgen. Toen heb ik gewoon een briefje opgehangen binnen het Saxion van wie wilde gratis wonen in een bejaardenhuis. En daar reageerde een student op. Dus samen met hem, samen met Onno, onze eerste student, hebben we toen verzonnen van nou, hoe gaan we dat eigenlijk doen? En heel praktisch, heel simpel hebben we voor iedere vraag een antwoord verzonnen. En als het niet lukt, dan stellen we dat bij. 6 hebben we er nu en het werkt fantastisch. De jongelui hebben een hele leuke sfeer, brengen ze in huis. De bewoners kennen al hun liefdes en al hun romances en al hun gekke dingen die ze meenemen. Dus bij ons is er wel leven in de brouwerij. Je weet niet vooraf waaraan je begint. Dus soms is het gewoon ook een kwestie van een beetje lef hebben en doen. Maar als ik zo terugkijk en het voordeel wat we daaraan hebben, het voordeel in de levenssfeer voor de bewoners, maar ook het voordeel van de goede naam die we nu hebben, het feit dat we ook internationaal aandacht krijgen voor dit geheel. En zo met elkaar samen hebben we er ontzettend veel baat bij. In de afgelopen jaren zijn er veel organisaties in het pand van Humanitas getrokken. En zijn er daarnaast veel samenwerkingsverbanden aangegaan met organisaties in de wijk en de gemeente. Het is een bewuste keus geweest om te proberen midden in die maatschappij te staan. En daar hoort bij dat je dan dus je deuren openzet. En openzetten in de letterlijke en figuurlijke zin. Dus openzetten voor samenwerkingen, maar ook openzetten voor collega's, openzetten voor mogelijkheden. Dus als er dan een vraag komt, zeggen we eigenlijk overal ja op. Dat betekent een treintjeshuis in het Souterrain van een ouderinitiatief, maar ook professionele collega's van Philadelphia of van de Parabool of van Raster. Dus het heeft meer met de grondhouding te maken dat we in principe zeggen van goh, iedereen mag erbij horen. En van daaruit groeit er dan een heel mooi en veelkleurig geheel. Daarnaast werden er ook veel activiteiten georganiseerd. Zowel voor de bewoners van Humanitas, maar zeker ook voor de wijkbewoners van Keizerslanden en andere inwoners van Deventer. 5, 6, 7, we lopen de 4 tellen naar voren. 1, 2, 3. Oh jij, klap, 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 we draaien naar elkaar toe. 2, 3, 4 en naar voren, achter, voor, acht. Voor. Vet is het. Er zitten gewoon 2 scheppen. Dat is erg lekker. Oké. Okay. Heb je wat spul erop, Martin? Ja, kaas en spek. Verandering gaat niet over één nacht ijs.
Dus wanneer er een nieuwe visie of werkwijze wordt doorgevoerd, is communicatie, maar ook draagvlak, heel belangrijk. Dat is een jaar of 2, 3 wel aan de hand geweest. Dat ik me ook wel eens roepende in de woestijn voelde. En andersom medewerkers ook dachten van, waar ben je nou allemaal mee bezig? He, dus op een gegeven moment liep dat best wel uit elkaar. Mijn handelen naar iedereen toe van, jongens, jullie zijn welkom. En mensen hier in huis die zeiden, ja hallo, maar wij zijn toch van de ouderenzorg? Dus die beelden liepen wel een periode behoorlijk uit elkaar. En het leuke is dat het laatste jaar hebben we gezegd van, nou, we gaan nu een jaar bezinnen en de zaken heel maken, bij elkaar brengen. Elkaar het verhaal nog eens goed vertellen, elkaar ook bevragen op wat we nou allemaal doen. En dan komen we eruit dat we zeggen, goh, als we terugkijken, dan zijn we een heel eind opgeschoven. Dan hebben we nu een hele mooie plek in Deventer. We hebben een hele mooie rijke woonomgeving voor ouderen. Maar daar kunnen ook nog veel meer mensen bij horen. Dus nu lijken de puzzelstukjes op een hele mooie manier in elkaar te vallen. Nou, enige eigen wijsheid mag mij niet worden ontzegd. En dat is soms een hele lastige eigenschap, maar soms is die ook wel erg handig. Een belangrijk thema is en was vitaliteit. Zowel voor de bewoners, medewerkers, maar ook voor de organisatie. Nou, ik denk dat vitaliteit iets is wat mensen krachtig maakt, wat mensen rechtop zet, wat mensen blij maakt. En als je die ingrediënten kunt toevoegen in een woonzorgcentrum of in je organisatie of als mens, dan denk ik dat je je met elkaar een stukje optilt, als het ware. Een stukje verheft, een stukje positiever maakt. Vitaliteit heeft te maken met ouderen en dan voorkomen dat ze bijvoorbeeld gaan vallen. Dus die maak je vitaal. En, ja, vitaliteit en empowerment liggen misschien wel heel dicht bij elkaar voor mij. Maar die krijgen dus trainingen om te voorkomen dat ze gaan vallen. Medewerkers krijgen trainingen. Maar dat kan ook mindfulness of yoga zijn of wandelen. Om te zorgen dat ze op een fijne manier hun 67ste kunnen halen. De organisatie moet vitaal zijn. Dat betekent dus dat ze voldoende geld moeten hebben. Dat het allemaal een beetje goed op orde is. Want anders dan moet je ineens gaan bezuinigen of aan noodremmen gaan trekken. En dat is ook niet goed voor een organisatie. De leefgemeenschap zoals we hier zijn moet vitaal zijn. Dat betekent dus ook dat we geen hospice, geen sterfhuis willen worden. Dus dat betekent ook dat we andere mensen binnenlaten. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier ook wonen. Of woonstudenten, zodat je met elkaar ook een levensvatbare gemeenschap hebt. Dus vitaliteit heeft voor mij heel veel aspecten die allemaal belangrijk zijn in het prettig, warm, rijk wonen, leven met elkaar. Ook zijn er de nodige verbouwingen geweest om het gebouw, maar ook de infrastructuur, op niveau te brengen en te houden. Het gebouw zelf blijft natuurlijk een oud gebouw, dat kan ik niet veranderen. Maar ik kan wel de uitstraling veranderen en ik kan wel nadenken over het feit van wat is nou echt essentieel in de functies die wij hebben of willen hebben binnen het palet van Deventer. En dan denk ik, nou, het allerbelangrijkste is dat wij een open gemeenschap willen zijn. Dus dat betekende voor mij dat als eerste ik de ingang heb aangepakt. De ingang waar je binnenkomt en als entree een soort welkom, een soort thuisgevoel, een soort hier gebeurt wat gevoel moet krijgen. Als tweede heb ik een verbouwing gerealiseerd waarin we een hele mooie woningsituatie voor mensen met dementie hebben gemaakt. Omdat dat toch een steeds grotere groep is. Die wilden we ook op een mooie en goede manier een leefomgeving bieden. En verder hebben we de buitenkant eigenlijk een beetje cosmetisch aangepakt. Dus de balkonnetjes zijn geverfd en de zonneschermen zijn schoongemaakt en de plantjes zijn opgehangen. Maar daar kunnen we natuurlijk de leeftijd niet helemaal meer mee veranderen. Maar ik denk dat uiteindelijk de mensen belangrijker zijn dan de muren. En nu? Wat voor visie en doelen heeft het Wonen Zorgcentrum voor de komende jaren? Ik denk dat het nu tijd wordt om te kijken van, goh, maar iedereen heeft een functie en iedereen heeft een betekenis in deze samenleving. En met elkaar is het ook een stuk gezelliger. Dus waarom zouden we die muren niet een beetje gaan afbreken? Dus
Ja, we organiseren een heleboel activiteiten. Maar eigenlijk voor iedereen die erbij wil horen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij er zijn als Humanitas. En door de mogelijkheden die wij hebben. We hebben stenen, we hebben aanwezigheid van mensen. We hebben van alles en nog wat te bieden. En als je dat niet alleen binnen je muren voor jezelf houdt. Maar zegt van, hey, ik strek mijn armen uit en ik wil dat graag delen. Dan kun je dus in onze situatie inderdaad die voortrekkersrol pakken. En dat hebben we gedaan. Kortom, Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Zowel binnen als buiten het huis. Mede door een nieuw en fris beleid dat gedeeltelijk werd ingegeven door de transitie in de zorg. Door al die veranderingen is het Woon- en Zorgcentrum klaar voor de toekomst. En blijft Humanitas een plezierige en veilige woonomgeving. Met respect voor de eigenheid van iedere individuele bewoner, cliënt of buur. De komende jaren zal Humanitas nog meer haar wijkfunctie gaan vervullen en verbreden.